TV wordt mede mogelijk gemaakt door Drinkwater, Veerzien NVV, RTV Maastricht en Derlo Maastricht. Ik ben nog even de laatste voorbereidingen aan het treffen, want wij gaan vandaag op kraamvisite. Thomas is natuurlijk papa geworden en dat gaan we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Verder vandaag in NVV TV een gesprek met Juri Schrooien. En we gaan ook even langs bij Paul Penners om hem te vragen naar de ontwikkelingen tijdens de winterstop. Maar eerst maken we maar al te graag kennis met Lorena Valentina Verheid. Als je die kleine in je arm hebt, dan heb je gelijk een oergevoel eigenlijk. En ja, dan gaat alles vanzelf. En als ze thuis is, als je er huilt, als je door het huilen of zo, dan sta je gelijk op en kijken wat er is. En, nee, het is, alles gaat vanzelf. Ja. En je hebt volgens mij ook al een instant daddy gevonden. Ja, dat is onze suikeroom. Dat is Ippotje. Nee, dat is de buurman natuurlijk, dus die komt regelmatig, ja. Het is wel een van de knappere kinderen, denk ik. Oh ja, maar, toch? Ja, had ik echt niet gedacht dat je dat zou zeggen, nee. Nee. Ik weet niet. Volgens mij is ze best wel rustig en heel relaxed. En s'nachts slaapt ze redelijk door al. En als ze één keertje komt, dan gaat Wit lekker eruit met mijn vriendin. Kan ik doorslapen, want ik moet volgende dag weer trainen natuurlijk. Dus, Is dat een beetje de taakverdeling? Ja, overdag probeer ik iets uit haar handen te ontnemen. En s'nachts gaat meestal Wit eruit. En als ze even geen zin hebt, dan stap ik eruit. Want nu kan je natuurlijk nog voor haar zorgen. Stel je voor, ze wordt op een dag 16. Komt ze met een vriendje thuis? Ja, dat verwacht ik niet eigenlijk. Maar nee. Ja, ik weet niet. Ik laat het over me heen komen. Ik heb altijd gezegd dat ze pas naar buiten mag als ze 21 is. Maar dat wordt moeilijk, denk ik. Maar ik ga er wel alles aan doen om het een beetje in het gereel te houden, ja. Nou ja, als je het een beetje goed stuurt en ook wat vrijheid geeft, dan denk ik dat het wel goed komt. Ik denk dat je een beetje een vriendenband ook moet hebben. En dat ga ik in ieder geval proberen in de opvoeding. Dat het een soort van beste vriendin ook van me wordt. Zeg, ze heeft natuurlijk ook een eigen kamer. Ja. Zullen we even gaan kijken? Ja, nee, dat is goed. Tuurlijk. Neem je kind wel mee dan? Ja, gaat ze mee. Dat zou ik wel doen. Ja, tuurlijk. Ja, kom maar mee dan. Hij maakte voor NVV dit seizoen al 5 goals en heeft 7 assists op zijn naam staan. Hoogste tijd voor een rondje met Juri Schrooien. En dan, wat doe je eigenlijk buiten het voetballen? Normaal doe ik vissen, vind ik wel leuk. Vooral in de zomermaanden. Vissen? Ja, zeker. Ik ga ook elk jaar naar Frankrijk, gewoon een week weg. Ga ik naar zo'n meer toe met een paar jongens en kan we even de rust opzoeken. Ja. Heb je dat nodig? Ja, nodig. Vroeger wat meer, maar nu wat minder. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen, dus daarom blijf ik het gewoon doen. Maar waarom zoek je die rust juist daarop? Waarom? Mm-hmm. Ja,
ik weet niet. Gewoon met voetbal, zo, met je werk is toch altijd presteren, toch? En veel ogen zijn op je gericht. Dus als het even kan, dan heb ik het ook anders. Dus dan wil ik gewoon voor mijn eigen rustmomenten kiezen. En thuis, waar is dat? Gewoon bij mijn stiefvader thuis. Dus, ja. Dus dat is eigenlijk gewoon mijn thuis. Uit wat voor soort gezin kom jij? Ja, vroeger gewoon een goed gezin, goed opgevoed. Alleen na wat jaren later, toen zijn mijn ouders gescheiden, zeg maar. Toen, hoe oud was je toen? Toen was ik 9 jaar. En toen ik 20 was, mijn moeder en stiefvader uit elkaar gegaan. En nu woon ik nog gewoon bij mijn stiefvader. Dus zeg maar, die man heeft mij gewoon opgevoed vanaf mijn 9e tot nu. Dus dan, dat is 16 jaar. Dus eigenlijk is het gewoon een vader voor mij, zeg maar. Het is echt een heel goede man en ik ben blij dat ik bij hem woon, zeg maar. Want anders weet ik niet hoe het goed gegaan was. Dus... Hoezo? Weet je niet hoe het gegaan was? Nee, gewoon met mijn moeder en zusje misschien. Weinig geld op een flatje of hoe dan ook. Het is toch anders. En nu heb ik gewoon een goede man gevonden, stiefvader dan. En ik woon er nog steeds. Dus bij 25 is het, wilt wel zeggen dat je een goede band hebt met die man. Was het je eigen keuze om niet bij je echte vader of moeder te gaan wonen? Toen ik 20 was, was het mijn eigen keuze, ja. Ja. Dus mijn zusje is meegegaan met mijn moeder en ik ben daar gebleven bij mijn stiefvader. Mijn moeder zei, je moet zelf weten wat je doet, jongen, zegt ze. En, ik sta altijd achter jou met wat je doet. En je kan altijd hier komen, dus ik ben gewoon bijna elke dag daar. Ik wil met jouw doelen gaan stellen. Tweede seizoen zelf begint. Ja. Als wij elkaar spreken tijdens de play-offs. Want ik ga er even vanuit dat we daar sowieso in staan. Play-offs gaan we halen sowieso. Wat heb jij dan bereikt? Ik heb bereikt. Dan heb ik, even kijken. Sowieso 10 doelpunten gemaakt. Alles bij elkaar? Alles bij elkaar. Dus nog 5 erbij? Ik moet er nog 5 bij maken, vind ik. Assisten, ja. Als ik 15 haal, is het knap. Maar tussen de 10 en 15 moet zeker lukken. Dat zijn mijn doelen dan. En ja, qua team, ik hoop gewoon dat we kampioen gaan worden. En hoe hoog we eindigen, dat zal we gaan zien. Maar ik zeg eerlijk, ik denk als we gewoon bij de eerste 5 eindigen. En de eerste ronde overslaan in de play-offs, dan hebben we het echt goed gedaan dit jaar. Oké, de eerste seizoenshelft zit erop en dat betekent doorgaans dat er in de winterstop de koppen bij elkaar zijn gestoken voor het ontwikkelen van nieuwe plannen, het verlengen van contracten van bestaande spelers en het binnenharken van nieuwe spelers. En precies daarover praten we vandaag met Paul Penders. We zijn bezig met een paar andere jongens om te kijken of wiens contract afloopt aan het eind van het huidige seizoen, of we de jongens kunnen verlengen. En die gesprekken zijn nu gaande. We hebben het over Kuipers en Pereira. Ja, die jongens presteren goed en we staan de belangstelling. En wellicht ook dat andere clubs belangstelling hebben voor deze spelers. En ook met deze jongens praten. Dus het is nu wikken en wegen, ook voor de spelers zelf, om te kijken waar ze het meeste toekomstperspectief zien. In hoeverre nemen jullie dan wel risico om ervoor te zorgen dat deze spelers niet aan het einde van het seizoen toch naar een andere club gaan, omdat NVV ze financieel niet genoeg kan bieden? Dan nemen we iets meer risico's. Andere jaar, we willen ze graag houden. Maar de contracten zijn nog niet getekend? De contracten zijn nog niet getekend. We hebben nog geen definitief jaar. En dan hebben we ook nog een Alessandro, waar op dit moment heel veel aandacht voor is. Wat kan je daarover zeggen? Officieel heeft zich nog geen club bij ons gemeld. Dus als een club komt, ja goed, dan moet er onderhandeld worden. En wat is het beste voor Sierani? Maar wij willen hem graag houden, dat spreekt voor zich. Voor de winterstop werd er door Ron gesproken over dat er prioriteit lag op het vinden van een extra keeper. Is die er? We zijn bezig met een derde keeper inderdaad. En ik denk dat dat op korte termijn wel gaat lukken, dat de selectie aangevuld gaat worden. Ja. Vertel, in welke hoek moeten we het zoeken? Wie kunnen we verwachten op het veld? Dat is een jongen uit België, laten we daar even op houden. En als dat definitief is, dan zullen jullie het meteen horen. Ja. Terug naar Thomas, die ons meeneemt naar het domein van zijn dochter Lorena. Nou, kom erin. Ah. Het is gelukkig niet roze, dus dat valt mee. Ja. Ja, dus dit is haar kamertje. En ze is hier nog niet heel vaak hoor. Ze is vaak bij ons nog op de kamer. Maar dat is uiteindelijk wel de bedoeling om er hier
hier naartoe te laten gaan natuurlijk. Zeg, is papa Thomas anders dan voetballer Thomas? Ja, dat denk ik wel. Tenminste, ja, nu wel. Nu is het nog allemaal klein. En als ze dadelijk wat groter zal zijn, dan zal ik ook anders tegen haar doen als nu. Nu is het, ja, het is eigenlijk mijn prinsesje en daar doe ik alles voor. En ja, ik weet niet hoe ik echt in het veld ben. In het veld ga ik er vol voor natuurlijk. En hier is het meer gewoon liefde geven. En ja, ik kijk er echt naar uit dat ze wat groter is dadelijk. Dat je echt wat dingen met haar kan doen. En ja, dat lijkt me fantastisch. Ja, misschien wel samen op stap gaan. Ja, zeker. Ik denk wel dat ik zo papa ben. Mooi, hè? En nu, smaakt het naar meer? Ja, eerst even hierop focussen en ja, volop van genieten. En dan misschien over een jaar of twee nog wel één erbij, ja. Zou mooi zijn. En dan liefst een jongetje? Ja, weet ik niet. Ik heb het gevoel dat ik alleen maar wat meisjes kan maken. Dus ja, ik weet het niet. Misschien komt er een jongetje, dat zou ook mooi zijn. Maar twee meisjes is ook leuk, dus we zien het wel. Ja, papa Thomas. Wat een verschil eigenlijk, hè? Ja, vind je? Ja. Ik weet niet, ja, het is voor mij nu al heel, heel vertrouwd, maar ja, 3 weken geleden was ik nog geen vader. En ja, dan leeft hij misschien weer heel anders. Ik ben nu heel erg met haar. En, wie lijkt ze? Ja, ik hoor van heel veel dat ze op mij lijkt. Ja, met de gezichtsuitdrukking en, het mondje. En ja, ik weet niet. Dat heb ik gewoon het gevoel van. Maar ze heeft niet al karaktereigenschappen waarvan je denkt van... Ja, ze is heel lief, hè? Dat ben ik ook natuurlijk, dus... NVV werd meer mogelijk gemaakt door Drinkwater, Veerzien NVV, RTV Maastricht en Derlo Maastricht.